Mijn naam is Pascal Rakers, 36 jaar werkzaam voor de Student Hotel Groningen. Ik als echte Groninger heb al een tijdje jonge harten in het vizier. En toen ik kwam werken bij de Student Hotel, toen dacht ik van we moeten iets doen met jonge harten. En het liefst vul ik het hele hotel met jonge harten. Maar we beginnen nu met een heel leuke voorstelling in de pool. Ik ben Mark Maris en ik ben de directeur van het Jonge Harten Festival. Jonge Harten en Student Hotel delen denk ik allebei dat we ons willen connecten met een jong publiek, met jonge mensen. En daarom zijn we ook in gesprek gegaan om hier eindelijk een keer samen te werken en te kijken hoe we elkaar kunnen versterken en vooral ook die doelgroep in contact kunnen brengen met elkaar en met kunst en theater in het bijzonder. Morning Morning is een heel hypnotiserend dansduet tussen twee jonge mensen die letterlijk en figuurlijk qua beweging heel dichtbij komen. Echt benen en handen en voeten en alles scheert eigenlijk langs je lijf. Maar ook hypnotiserend en ook qua gevoel heel dichtbij komt eigenlijk. Ik denk dat het verrassingseffect van deze voorstelling die we hier hebben, dat het echt fantastisch is. En in combinatie met het goede doel wat we erbij willen betrekken, is het wel een heel bijzonder iets, vind ik. Quiet verzamelt producten en diensten voor mensen die onder de inkomensgrens leven. Dus kun je denken aan een bezoekje aan de kapper of een bezoekje aan het restaurant. En om de mensen uit de dagelijkse sleur te trekken van armoede, even de mindset veranderen en in een andere omgeving mensen blij maken. Omdat ik heel graag wil dat jonge mensen die niet zo snel in contact komen met theater, ook naar theater kunnen. Werken we voor Geef Toegift samen met Elker. Juist omdat zij een organisatie zijn die dat soort jongeren ondersteunen. Ik vind dat ieder mens zou eigenlijk aan een goed doel moeten werken. Vrijwillig of er zijn zoveel mensen ongelukkig. En als je een klein steentje kan bijdragen aan de gelukkigheid van iemand anders, dan vind ik dat je dat moet doen. Eigenlijk hoop ik, ook al is er maar één persoon die denkt van oh, wat is dit fijn, ik wil ook iets in het theater doen. Daardoor verandert de persoon zijn mindset en kan hij misschien even uit, al is het maar een moment, uit zijn armoede geest komen. En misschien stappen denken om verder door te gaan en gelukkig te worden. Ik ben heel benieuwd naar hoe de jongeren van Elker, maar ook alle jongeren die in het Student Hotel wonen en iedereen die daar komt, hoe zij die voorstelling gaan ervaren. En ik ben heel benieuwd of ik met hen in gesprek kan gaan en van hen kan horen wat zij ervaren, wat zij daar hebben gezien en hoe dat anders is dan wat ik erin heb gezien. En hoe dat ook staat daar tussen die tafeltjes eigenlijk. Dus ik ben vooral heel erg benieuwd. Ik heb heel veel zin om dat te gaan zien.